september. Mensen, wat is het onwijs gaaf om jullie hier zo allemaal bij elkaar te zien bij de première van Soogspieten in de Val. En dit applaus wat jullie geven, die is echt voor jullie bedoeld. Want wij gaan hier zo meteen ons kunstje doen. Maar dat was niet mogelijk geweest als we niet zoveel mensen hadden die ons hebben geholpen met alles wat we hier zo mogen doen. We zijn inmiddels al meer dan een jaar bezig met dit stuk. En dit kunnen we alleen maar doen omdat er gewoon zoveel vrijwilligers zijn. Omdat er zoveel mensen hun tijd, energie, soms geld, erin hebben gestoken. En ons hier zo een podium te kunnen geven. Dus echt onwijs bedankt daarvoor. Dit hele idee is eigenlijk inderdaad 2 jaar begonnen toen we de droom van Sophie waar hebben gemaakt. Sophie had inderdaad een droom om ooit Piet te worden en inderdaad om een eigen film te maken. Vorig jaar hebben we knettergek hebben gewoon een film gemaakt. Iets wat eigenlijk onmogelijk leek. Daarin is zo'n succes gekomen, dat hadden we niet verwacht. Het is ontzettend veel tijd heeft gekost, ontzettend veel moeite heeft gekost. We hebben er bloed, zweet en tranen in gestopt. En toen zaten we in de bioscoop, we hebben het is inderdaad mooi afgerond. Er kwam een aftiteling en na de aftiteling nog een scène met Valentina. Die eindigde met het woord, wordt vervolgd met een vraagteken. Het is eigenlijk meer nooit echt serieus genomen. We dachten van ja, weet je, dat hoort bij film, dat zo wil je hem inzetten. Dus het is ongeveer een halve maand later en ik zit met Sophie te praten over een film. En wij hebben het over van, hey, wat nou eigenlijk van, ja, dit was inderdaad jouw grote droom. Nu is je droom uitgekomen. En nu? En toen dacht ik, shit, hier zit een goed verhaal in. En dat is wat we vandaag naar gaan kijken. De film is gebaseerd op echte ideeën van ons inderdaad over dat je nooit moet opgeven, dat het oké is om fouten te maken. Dat hebben we in de film ook enorm veel gedaan. We hebben niet opgegeven en we hebben ontzettend veel fouten gemaakt. Dit theaterstuk gaat over wat gebeurt er als je droom is uitgekomen en wat dan de volgstap is. We hebben de afgelopen 3 maanden ontzettend hard gerepeteerd met een groep. We zijn dat al het hele jaar bezig met een schrijversteam om er echt iets cools van te maken. En ik ben ontzettend trots dat deze mensen zometeen aan jullie dit stuk kunnen laten zien. Dus geniet er heel erg van Soogspieten in de Val! Catalina en Piet, wat een groot avontuur hebben wij vorig jaar doorgemaakt. Ik weet nog goed toen jullie net op de Pieterschool aankwamen. Ik ben Soof.
Piet Bakker, de Bakkerspiet. Katharina, Valentina en Rosalie. De Pieterschool bestaat al honderden jaren. Onze Pietjes zijn gezellig, blij en een tikkeltje gestoord. Hey, dit is Dolle. Ik ben Fred. Wij halen samen wel honderden van onze gasten uit. Maar pas op voor de mega grote Spaanse araña. Dat is Spaans voor spin. Grapje! Voor een Pieterdiploma moeten jullie mijtermunten verdienen. Die kun je verdienen door goed je best te doen tijdens de lessen of uit te blinken in echte Pieterkwaliteiten. Tijdens de laatste dag is de grote finale race. De winnaar van de grote finale race mag zichzelf Sleutelpiet noemen. Ik ben welkom bij mijn leven. En wat als je geen 25 mijtermunten haalt? Dan ga je naar huis. Jullie hebben afgelopen jaar hard gewerkt om zoveel mogelijk mijtermunten te verdienen. Ik wil weten hoe het ervoor staat met je mijterpunten. Ga je winnen? En zetten alles op alles om dat doel te bereiken. Wat bedoel je? Katharina! Ik heb de munten van Sof gestolen. Ik wist het al. Dat je mijn mijtermunten hebt gestolen. Ik dacht dat je het harder nodig zou hebben dan ik. Misschien. Een uitzending maken op de regel. Misschien kunnen ze naar Nederland en samen met de kindjes de laatste mijtermunten verdienen. Wat is dit voor een school? Fouten maken wordt beloond, tweede kansen geven. Jullie denken toch niet dat ik hierbij laat zitten? Is dit dan eindelijk de dag dat jullie kunnen zeggen: ik ben Piet. Ik ben zo. Ik geef nooit op. En vandaag ben ik het zeker. Ik word een echte Piet. Hallo allemaal. Hebben jullie een beetje gezien? Allemaal. Wij worden Piet. Geef er nooit op. En gaan er altijd tegenaan. Vroeger toen ik klein was, zei ik later als groter. Vriend van Sinterklaas, een echte Pieteraas. Nu stop ik te dromen, want mijn droom is uitgekomen. Let maar op voor Sinterklaas, want ik kom eraan. En ik wil dansen. Jullie zijn echt veel te laat. Dat Pieterdiploma-uitreiking is een half uur geleden al begonnen. Echt? Grapje! Het avontuur is nog niet klaar. Want zelfs in dit nieuwe jaar zijn wij nog meer dan 1001 grappen van plan. Ha! Een nieuwe race! Oh, ik ben zo blij! Vandaag is een hele belangrijke dag. Twee hele bijzondere mensen hebben genoeg mijtermunten verdiend, waardoor ze nu echte Pieter kunnen worden. En jullie weten wat dat betekent? Piet. Als Sleutelpiet overhandig ik graag de officiële Pieterdiploma's aan Katharina, Valentina, Rosario en zo. Kijk! Vroeger toen ik klein was, zei je later als ik groot ben, word ik vriend van Sinterklaas en echte Pieterbaas. Nu stop ik te dromen, want mijn droom is uitgekomen. Leg maar op voor Sinterklaas, want ik kom eraan.
Ik ben Piet. Jij ook hoor, Kat? Of heb je soms weer vals gespeeld? Nee, twee wijze, nogal onhandige Pieten hebben mij ooit geleerd dat ik van fouten maken kan leren. Nou, onhandig zou ik ons niet per se noemen, maar wel heel wijs. Sof? Ja? Ik heb iets voor je. Ik heb het zelf gemaakt, maar als je het niet wil, dan kun je het best inruilen. Of ik... ja, eigenlijk ook niet per se inruilen, maar ik kan wel misschien iets anders maken. Het is van chocola. Ik vind het prachtig. Oh, mag ik nu ook een kusje? Hey, jongens, jullie blijven nieuwe pieten. En dat betekent dat jullie dit jaar gewoon doorgaan op de pietenschool. Maar dat betekent ook dat jullie dit jaar je pietenberoep gaan uitkiezen. Ja, en dat is eigenlijk net als kiezen met wat voor soort smaak ijsje je zou willen. Maar dan een pietenberoep. Ja. Mijn favoriete smurf. En net zoals bij ijs maken zijn er heel veel verschillende keuzes. Maar geen zorgen, Pret en ik zijn hier om jullie te helpen. Inderdaad, dus laten we anders beginnen met iets wat jullie leuk vinden. Of misschien weten jullie al wat... Ik weet het al! Het perfecte pietje zeker. Nee, ik word kattenpietje! Kattenpietje? Yep, 's werelds allereerste kattenpiet. Ja, ik kruip 's nachts over de daken, kom altijd op mijn pootjes terecht en doe bovenal precies wat ik zelf wil. Wat anderen er ook van vinden. Weet je dat nou wel zeker? Nou, ik ben nog nooit zo zeker geweest. En ga je dan ook grijze muizen vangen als kattenpietje? Of de hele nacht zo van... Miauw! Zo flauw. Staat er iets in dat boek? Wij hebben net heel even gekeken en het klopt, jij bent ons allereerste kattenpietje. Yes. Geachte Catalina, Valentina, Jocelina, Paparina, weet ik veel wat, Ina, wat je nog meer heet. Bij deze benoemen we u tot... Kattenpietje! Applaus! Aan de volgende! Piet. Ja, ik ben Piet Bakker, de bakkerspiet. Sleutelpiet. Ja, jij won vorig jaar onze pietwedstrijd. Dus jij bent onze sleutelpiet. Ja, daar heb je wel gelijk in, maar... Ik raak die sleuteltokens kwijt en ik vind bakkenfeest steeds leuker, dus... Piet, je bent gewoon bang dat je het niet kan. Maar ik weet zeker dat jij de beste sleutelpiet ooit wordt. Geef nooit op, weet je nog? Ja. Oké dan, sleutelpiet. Ah, goed. Geachte Pietertje, Piet, Bakkie, Bakkie, Pleur, dinges. Bij deze de benoemen u... Hij was al benoemd tot Piet. Oh. Ook tot slot op iets? Ja. Ah. Ja. Applaus! Ja. Ja. Maar goed, dan nu de allerlaatste. Zo. Ja, wat wil het worden? Ik heb honger. Ja, zin in pepernoten. Wie als laatst bij bakpiet is, krijgt een dollaraar. Hé, maar dollaraar is mijn ding. Wacht even, dat was toch mij. Kiezen voor het pietenberoep. Ja, ik speelde in de box al met mijn poedersuiker, dus eigenlijk kon het ook niet anders. Wacht eens even. Jij bent natuurlijk ook bakpiet. Zou jij me misschien ergens mee willen helpen? Piet, tuurlijk. Vraag maar raak me op. Nou, ik ben bezig met een nieuw recept, maar ik heb eigenlijk nog niet een idee wat wel echt lekker is. Jij wil ook bakpiet worden? Ga je me ook volgen? Nee, ik ben sleutelpiet, weet je nog? Nou goed, ja. Niet alleen bakpiet mag bakken, hè. Zullen we anders samen een sleuteltaart maken? Om het te vieren.
kiezen. Of wel? Wat? Ik kan wel kiezen. Ik heb vanochtend gekozen om chocoladepepernoot te eten. Als ontbijt. Zo. Er is gewoon zoveel keus. Wat is het nou verkeerd kies? Je kan niet fout kiezen. Ga gewoon je droom achterna. Maar mijn droom was om Piet te worden. En deze is al uitgekomen. Nu worden er weer allemaal nieuwe verwachtingen. En daar moet ik ook nog zelf op doen. Ik moest altijd aan de verwachtingen van mijn moeder voldoen. Daar werd ik niet bepaald aardiger van, weet je nog? Mis je haar eens, je moeder? Soms. Ja, tuurlijk mis ik haar. Blijf mijn moeder. Maar je weet hoe ze is. Ze bepaalde alles voor me. Bij twee woorden spreken, Catalina. Je moet winnen, Catalina. Je moet doen wat ik zeg, Catalina. Oh. Ze maakte iedere keuze voor me. Ik hoefde nooit zelf iets te kiezen. Misschien kan ze mijn pieterberoep wel kiezen. Ja, dan hoef ik dat niet zelf te doen. Nou, zou ze leuk vinden ook. Zou ze ook heel secuur aanpakken, denk ik. Met cijfers en onderzoek. En het staat zelfs op haar businesskaartje. Moet je kijken. Valentina Rosario, specialist in de volmaakt autoritair leiderschap. V-A-L. Zo. Heel leuk allemaal, maar voor mij nooit meer. Ik maak van nu wel mijn eigen keuzes. En dan kies je kattenpietje. Mijn moeder die maakte altijd de beste keuzes. Zij zei dat je niet in dromen moest geloven en alleen maar moest doen waar je goed in bent. Ik was altijd onzeker, maar nu wil ik vooral gewoon kiezen wat goed voelt voor mij. Een kattenpietje. En niet voor wat anderen vinden. Ik wil liever nog even wachten met het vertellen aan haar. Een lang verhaal kort. Vraag om hulp als je het nodig hebt, oké? Beloofd. Kan hij niet voor altijd? Kijk, hey! Weet je wat? Ga jij maar vast. Dan ruim ik dit wel even op. Succes. Ja, dank je. Leuker dan de hele dag zingen!
Tja, maar hé. Waarom zou je je toch maar limiteren tot maar één muziekinstrument, hè? Als je net als ik muziekpiet wordt, kun je straks alle instrumenten bespelen. Ja. Oh, je wordt gewoon inpakpiet en dan maken we samen de mooiste strikjes. Ja, strikjes om de pietenbak te plakken als loppiespiet. Nee, je wordt gewoon wowpiet. 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 Nee. Ach, joh, kom een keertje mee naar de snoepfabriek. Dan maken we deze nieuwe. Oh, zo kom gewoon pepernoten bakken als bakpiet. Nee, ga gewoon strooien, net als ik als strooipiet. Je wordt hier ik weet het gewoon niet, oké? Wow. Zo, de keuze voor jouw pietenbroek kan niemand hier maken. Dank ik niet, wij niet, alleen jij. Zo, je maakt je gewoon veel te veel zorgen. Als je wilt kun je alles doen, hè. Hier. En weet je wat je worden wil, dat is de grote vraag. Ja, zo, de keuze, die is reuze. En die keuze komt vandaag. Maar maak je maar geen zorgen, want wat jij wordt, dat weet je al. Als je diep van binnen denkt en voelt, weet je wat je worden zal. En jij weet wat je worden wil. Een kok of een piloot. Jij weet wat je worden wil. Een stroom of inpakpiet. En wat als je niet kiezen kan? Nou, kies je lekker niet, want jij kan alles. Als jij het laat gebeuren, alles. Wordt wat je in zou, ja, jij kan alles. In alle vormen, alle kleuren, alles. Vader achterna. Als pietbakker, de bakkerspiet, bak ik de allerbeste chocola. Thank you.
kan je beter aan je vriendin stellen. Sof? Je zei toch dat ik om hulp mocht vragen? Ja, aan ons, niet aan haar. Nou, zo praat je niet over je moeder. Ik kom hier Sof persoonlijk helpen met haar keuze in haar pietenberoep. En daar heb ik toestemming voor, want zij heeft vanmorgen dit contract ondertekend. Een contract? Met zulke kleine lettertjes, dankjewel. Die is niet van jullie. Laat het. Oké, wat is dat? Wij pakken niet af, Pietjes! Wat? Grapje. Zo kan ik het nu. En wat is er? Je zei dat je je moeder miste. Vind je niet leuk dat ze er is? Ik zei dat ik nog wat tijd nodig had. Ik sta vaak aan jouw kant, Sof, maar ik weet niet of dit wel je beste idee is. En je zei dat je moeder de keuzes voor jou maakte. Dat wil ik ook. Dat heb je wel gezegd, inderdaad. Zie je? Maar waarom heb je dan een contract ondertekend? Helpen kan gewoon zonder een contract. Daar is zou weer een punt. Aan wie kan staan je eigenlijk? Aan het kan staan. Oh, dat weet ik zelf ook nog niet zo goed. Heb je het contract überhaupt al gelezen? Ja. Een deel. De eerste zin. Zo! Ik weet het, maar ze gaat zich niet bemoeien met jou, met iedere andere Piet hier. Goed. We doen het op jouw manier, maar als het misgaat, dan gaat het niet. Waarom moet jouw idee fantastisch zijn? Ik weet het ook niet. Valentina, hoe wil je het gaan aanpakken? Ik zou liever met u willen worden aangesproken. Bent u al zo oud dan? Misschien al wel ouder dan Sinterklaas? Ik ben van plan jou te gaan observeren volgens de VAL-methode. Volmaakt autoritair leiderschap. En over een aantal weken weet ik dan precies wat voor Pietje jij gaat worden. Zeg, wat voor Pietje is mijn Catalina eigenlijk geworden? Nou, dat gaat u eigenlijk helemaal niks aan. Wat kattig. Nou, nu ik hier toch ben, ik heb een plan opgesteld om het een en ander beter te laten verlopen en te zorgen voor meer vrije tijd. Ik heb zelf al jarenlange ervaring in de bedrijfsbusiness en optimalisatie is toevallig mijn expertise. Optimali, wat is? Expertise! Oh ja, ik weet het. Ik ben hilarisch. Nou, en voor de mensen die meer willen weten, mijn deur staat altijd open. Oh, wat is het? Bij de les, ja? Zeg, Scorbiet, wat vind jij hier nou allemaal van? Waarvan? Van jullie verhaal of van dat jullie niet bij de les blijven? Want dat laatste, dat vind ik zo teleurstellend. En wat denk jij dat het moet worden? Van je pietenberoep? Ja. Maar Sof, dat kan jij toch alleen zelf beslissen? Ik zei het. In elk geval, Scorbiet, ga je niet horen als je zo doorgaat. Oké, hebben we allemaal? Zijn we klaar? Pieten klaar? Strooi maar! Nou, wat een warm welkom. Niet zo handig zo. Is dat strooien nou wel zo'n goed idee? Ja, strooien is hartstikke leuk, mevrouw. Is het niet veel beter die pepernoten gewoon bij de kinderen in hun handen te geven? Geeft een stuk minder troep, toch? Nee. Laat je dat even op? Want de pepernoten in het handje zijn in het mondje. Maar de pepernoten op de grond zijn de onderarmen! Straks struikelt er nog iemand over. Of erger nog, straks breekt er nog iemand aan die been door al die rotzooi. Dat willen we niet. Daar heeft ze wel een punt, Sof. Ruim jij het eventjes op. Maar waarom moet ik Sof? Wat kan je dat goed? Ja. Maar misschien kunnen we allemaal even helpen, anders duurt het zo lang. Nou, laat mij maar even. Doe wel een pret! Ja, mevrouw! Op de plaats! Mars! Nemen jullie het even over? Ja, zeker wel! Major! Sergeant! Prinses! Kolonel! Kleine baas! Grote baas! Pieterbaas! Sinterklaas! Sinterklaas! Mars! Tolle pret! Waar gaat dit allemaal nou weer over? Valentina, die had ons de leiding op de Pieterschool beloofd. Dat zijn wat kleine taakjes voor haar doen. En sinds wanneer maken jullie zoveel zorgen om een positie in de school? Ja, weet je wel niet hoe groot het zou zijn als wij hier de leiding zouden hebben? We zouden op elke stoel hier een scheetkussen krijgen. We zouden in elke shampoofles
ketchup kunnen doen. We zouden in elk vissenmeer strooi goed kunnen strooien. En dan hebben we gelijk alle vissen. Ik zou graag door willen met mijn les, kan dat, ja? Nog één vraag. Hebben jullie ook iets moeten ondertekenen? Ah, oui, mais bien sûr, mademoiselle, een kleine contractie. Ja, ze vroeg me om mijn handtekening te zetten. Maar ik heb stiekem een tekening van mijn gezicht gewaagd. Ik heb een tekening van jouw hand gemaakt. Jongens, jullie denken toch zeker niet dat dit een goed idee is? Zeker wel! Let maar op, de komende tijd wordt de dolste ooit hier. En dan nu door met jullie pieterlessen. Op de plaats! Tricks! Op de plaats! Mars! Helpen jullie mee? Ja!
dat kan natuurlijk niet zitten. Dus jullie mogen allemaal gaan staan. En dat geldt ook voor alle volwassenen in de zaal vanavond. Op je rechts, op de voorste rij, op de achterste rij. We gaan met z'n allen Choco Choco zingen. En ik ga aftellen. Zijn jullie klaar voor? Komt-ie? En 5, 6, 7, 8. Choco 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 Chocolade. Choco, 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 chocolade. Chocolade, chocolade, chocolade. Choco, 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 chocolade. Choco, 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 chocolade. Choco, 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 chocolade. Chocolade, chocolade, chocolade. Choco, 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 chocolade. Dan verwacht ik dat ik dat niet doe. Ja, ik doe echt mijn best. Oh, maar dat weet ik toch ook zo. Echt? Ja, maar soms is je best doen simpelweg niet genoeg. Je bent altijd zo druk. Straks moet ik je nog druk, Pietje, maken. Dat is toch ook niet leuk? En weet je wel wat voor Pietje wordt? Weet je het eigenlijk zelf? Ik dacht ja, natuurlijk niet, anders had je mijn hulp niet gevraagd. Loop eens even die kant op. Was dat goed? Geen vragen. Vertrouw de VAL-methode. Oké. En geen oké, maar twee woorden. Oké, mevrouw Rosario. Zijn er nog dingen die je leuk vindt? Mijn droom was altijd om Pietje worden. Dromen maar... bestaan niet. Dromen zijn hersenspinsels. Die heb je wanneer je kind bent. Ik geloof dat iedere droom uit kan komen. Ruim dat eens even op. Nou, dat pietenpakje moeten we ook wat aan doen. En wat is er mis met mijn pietenpak? Nou, probeer deze eens. Dat ga ik dus echt niet aanpakken. Dat is hartstikke saai. Wil je mijn hulp of niet? Maar wat? Nou... Wat nou? Ik wat? Wil je mijn hulp of niet? Ik wil uw hulp. Nou, goed zo. Kijk, dit is toch veel professioneler. Je leek net een klantje. Ja. In twee woorden. Ja, mevrouw Rosario. Sergeant, pikant, waar is je man? Nou! Naar de volgende. Ja, mevrouw. Op de plaats. Marcel. Hey jongens, kunnen jullie mij misschien ergens mee helpen? Lapjes, Piet, tuurlijk, vertel, kom.
Ja, ik heb dus de bestelling binnengekregen voor de nieuwe pizzabakken. Nou ja, best wel veel ook. Ja, dat zal wel meevallen, toch? 120. 120? 120, ja! Oh! Maar, ik pak. Jij werkt veel met kleuren, toch? Ja. Heb je wel eens meegemaakt dat je kleuren verkleuren? Verkleuren? Nou, ik snap eigenlijk niet zo heel goed wat je bedoelt. Nou ja, kijk, de stoffen die ik heb binnengekregen, ja, hoe zeg ik dit? Ja, die zijn nogal grauw. Ja, nou ja, kijk, kleuren voor kleuren hebben. Maar muziek kan ook kleuren, hè? Ja, echt waar. Maar dat zie je dus niet. Dat hoor je! Daar heb je dus helemaal niks aan. Ja, hoe ga ik dit nou doen? Want als enige lappenspiet in het pietenhuis is het echt zoveel werk. Kunnen jullie mij anders niet helpen? Dat is een goed idee. Kunnen jullie mij misschien ook helpen? Dan is het zo! Je noemt mij! Ja. Ik hoorde niks hoor. Nee! Ja, nou dat komt. Muziek, Piet. Goeie oren. Ja, ik kom. Ja, ik moet echt. Ja, sorry. Hey, joep. Zei al dat jullie lekker bezig waren. Ja, het gaat steeds beter en ik begin het ook steeds leuker te vinden. Dus toch maar bakpiet worden dan? Ja, misschien wel. Zeg, hoor je dat? Ik hoor niks. Nee, precies. Het is een stuk rustiger dan normaal. Hoi jongens! Ik heb net bij mevrouw Rosario mijn contract getekend. En vanaf nu mag ik de hele dag door zingen! Lammer. Getekend? Ik heb ook getekend. Ik mag nu de hele dag bakken. Zoveel ik maar wil. Maar dat mocht u hiervoor toch ook wel doen? Klopt. Maar het is nu mijn enige taak. Ik hoef niet meer pakketjes in te pakken, schoon te maken, strooien. Efficiënter blijkbaar. Is het niet ook iets voor jou, Piet, om te tekenen als bakpiet? Nu hoef ik dus nooit meer te bakken. Wow! Om schoon te maken! Of zware cadeautjes te tillen. Nou, of van die 7-dubbele strikken te strikken, hè? Ja, halleluja, dat moet dus voor die jongen, hè? Voor de jochie uit Woerden. Oh, verschrikkelijk, die Jelle. Verschrikkelijk, die zit sinds kort op scouting, hè? Hij kan dus als de... hij kan zo snel gewoon een cadeautje openmaken. Dus toen had Inpakpiet mij verteld, weet je wat je doet? Je doet er gewoon eens eventjes zo'n 7-dubbele zeilknoop overheen. Nou echt, pff. En dan zou je denken, het is een heel groot cadeau. Dat was het dus niet, hè. Het was dus zo'n mini klein schoencadeautje. En zelfs daar moest er altijd een strik overheen. Wow. Dat hoeft nu niet meer. Nee, hey! Mevrouw Rosario. Nee, bedankt. Wow, dat moet je echt doen. Kunnen jullie mij niet helpen met die pieten pakken? Oh ja, mijn contract zegt dat ik alleen maar snoep mag maken. Hè? Dus, ja, en regels zijn alleen maar regels. Ik ga lekker zingen. Ja, goed, het zijn er maar 120. 120? 120 en dan weet ik het wel! Oh! Mijn moeder is vast iets van plan met die contracten. Je hebt gelijk. Je moet het tegen Zo vertellen. Nee, Zo mag je absoluut niks van weten. Daar mag ik niks van weten. Zo, wat heb je aan? Waar is je pietenpet gebleven? Volgens
Valentina. Volgens mevrouw Rosario is het een stuk professioneler. Mevrouw Rosario? Staat in je contract zeker? Dolle pret. Contract. Sorry. Piet, grappen mogen pas weer op deze Pieterschool zodra Dolle en ik hier de leiding hebben. Tot dan toe is het volgens mevrouw Rosario niet geplast. Gepast. Haha, jongens, ik lig te rollen van het lachen. Te rollen? Te rollen? Zo, je moet echt beter voor jezelf opkomen hoor. Je ziet er niet uit. Nou, bedankt. Je wilde niets liever dan Piet worden en nou geef je zomaar je Pietenpet weg? Ik maak me echt zorgen om je. Waarvoor? Het gaat toch prima met me? Bovendien is het maar een Pietenpet. Maar een Pietenpet? Je gedraagt je zo anders als mijn moeder hier is. Mevrouw Rosario, help me tenminste. Weet je wel niet hoe moeilijk het is om een Pietenpruim te kiezen? Dat is het niet. Je moet gewoon kiezen wat je worden wil. Hey, ik ben bang dat ik verkeerd kies, Kat. Dat kan helemaal niet. Je kan. Jawel, dat denk jij! Wat? Ik bedoel het. Nee. Het is duidelijk zo. Het is mijn keuze en het boeit me niet wat jij ervan vindt. Piet, ik bedoel. Zo, is het gelukt met alle bakjes in de schoenen? Ja, mevrouw Rosario, alle 120. Ik snap dat verandering moeilijk is. Maar jij en ik zetten vandaag een belangrijke stap in de professionalisering van de Pietenschool. Oh, ja, is het zo? Ja, en Jelte, ik weet zeker dat je het niet zonder mijn hulp had gekund. Ik bedoel, die pakjes van Pietjes Anonu zijn leuk. Oh, dankjewel. Maar was er gewoon niet zo bij de stijl, van echt niet. Professionalisering is het codewoord, lacht je Piet? Ja. En alle Pietjes zullen weten hoe belangrijke rol jij hebt gespeeld in de evolutie van de Pietenschool. Je mag echt trots op jezelf zijn. Geen enkel Pietje zal ooit meer hetzelfde naar jou kijken. Zou Snoepie ook dit in haar schoen hebben gevonden? Jongens, Snoep! Snoep! Oh ja, ik zie het. Jij hebt ook het schoencadeautje ontvangen. Ja, nou met dit prachtige briefje erbij. Oh. Geachte Snoepie, bij deze nieuwe garderobe voor de komende periode. Naar verluid van de nieuwe controleur zult u zich als gelijke gedragen ten opzichte van uw medepieten. Met hartelijke groet, Valentina Rosario. Oh, mama. Hoe zou het eigenlijk met de lapjespiet zijn? Oh, die lapjespiet. Die moet de langste nacht van het leven gehad hebben. Orde. Ik heb jullie alle hier bijeen geroepen om het een en ander door te nemen. Volgens mij kan het hier op de Pieterschool een flink stuk efficiënter. Strooipiet. Ja, mama. Ik heb begrepen dat jij strooit. Ja, dat klopt. Ik strooi, ik ben Strooipiet. En waar laat jij de pepernoten? Nou, het zijn eigenlijk kruidnoten, mevrouw. En ben jij wel eens na een huisbezoek gebleven om de pepernoten op te ruimen? Ik, nee. En heb jij je wel eens afgevraagd of die ouders dat leuk vinden om hun hele huis in puin te hebben? Nee. Weet je wel, geen genoeg. In de V-A-L. Ik pak Piet. Wat is jouw taak? Ik pak pakjes in. Daarom ben ik inpakpiet. En waarom pak jij pakjes in? Nou, een cadeautje zonder inpakpapier is niet echt een cadeautje. Nou, ik heb wel eens een pretpark cadeau gekregen. Is dat geen cadeau dan? Jawel, dat is wel een cadeau. Oh, en dat papier wat je er in een paar seconden afscheurt, waar laat je het daarna? Oh, dat wordt eigenlijk meestal weer weggegooid. Weggegooid, dankjewel. In de val. Val in de val.
mevrouw worden, maar je bent toch voor bakfiets gegaan? Ja. Want chocoladeletters is niet jouw ding? Nee, ik haalde de letters door elkaar. En dat gebeurt niet bij bakken? Soms maar. Dus als je 10 T-I-E-N gram zout nodig hebt en je haalt de letters door elkaar, dan gebeurt dat dus... niet. Ja, precies. In de val, het is mij wel duidelijk. Deze pieterschool is gevuld met pietjes die onbenullig, onzorgvuldig en verre van gestructureerd te werk gaan. Maar jij kan dit, Valentina. Jij kan ze redden. Zolang je zelf maar duidelijk, gestructureerd en bovenal zeer duidelijk bent. Deze plaats, deze plek, elke piet is knettergek. Heb ik ze hier zojuist verhoord, zijn hun antwoorden niet in orde. Mijn taak hier als controleur is om te zeuren over kleuren. Maar ja, wat moet ik dan de hele pietenschool afkeuren? Vertel mij eens wie dit verzint onder controle van de Sint. Lukt zelfs de orde niet, helaas. Dan word ik wel pietenbaas. Zo wordt elk pietje efficiënter. En dat is op dit moment ergens het enige wat telt. Naast de bakken vol met plezier. Fall in, fall in, fall in, fall. Wij zijn in de val gelokt, om trap met kleine letsel op. Fall in, fall in, fall in, fall. Valentina is nu overal. Wij zitten in de val in, fall in, fall in, fall. Fall in, fall in, fall in, fall. In de val, in de val. Och, nou toch op, doe niet absurd. Het is toch goed wat hier gebeurt. Wat er nog komen zal, jullie pietjes moeten leren om mijn status te waarderen. Neem een voorbeeld aan mijn katje. Wat is het toch, een schatje. Wat de pieten hier ontbreekt, is wat orde en wat regels. En de woorden van maatregels als je mij nu tegenspreekt. Doe dat niet, doe dat nooit. En je ziet dat het je ooit nog helpen zal te luisteren naar val. Val in, val in, val in, val. Wie heeft daar naar ons toe gedacht? Heeft niemand hierover nagedacht? Val in, val in, val in, val. Valentina is nu overal. Wij zitten in de val in, val in, val in, val. Omarmen hun nieuwe taak volledig. Die verwachting heb ik ook voor jou. Denk je? U. Zoals je ziet maak je nog steeds kleine foutjes. Maar dat is helemaal niet erg, want ik heb het pietenberoep gevonden waarbij foutjes maken niet erg is. Echt? Want hiermee ga je foutjes oplossen. Oh, word ik een superpiet? Of een stofpietje? Tada! Ja, geen stofpietje, maar een stofpietje is maar één letter verschil. Hier, en daar... kan je alle foutjes die jij steeds maakt oplossen door ze op te ruimen? Stofpiet? Ja. Ik wil helemaal geen stofpiet worden. Nou, volgens mijn onderzoek past dit perfect. Maar ik wil dit helemaal niet. Ik wilde een koelpietenberoep. Dat was mijn droom. Dit is niet wat we hebben afgesproken. Nou, jawel, als jij je contract goed had gelezen, dan staat daar dat ik jouw keuze mag maken voor jouw pietenberoep. Maar dit wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon terug naar hoe het was. Zonder deze... pakken en zonder die regels en terug naar mijn vrienden. Ik wil dat u gaat. Ik verbreek mijn contract. Dat is dan heel jammer, Stofpiet.
Want alleen ik kan het contract verbreken. Alleen mevrouw Rosario. En dankzij jou hebben niet alleen bijna alle Pietjes het contract getekend, maar over een klein half uurtje Sinterklaas ook. Je hebt gelijk. Dromen komen uit. Nee, en jij gaat nu mijn kantoor schoonmaken en ik maak de deur pas open als alles pik en span is. Veel plezier, Stofpiet. Maar... wanneer ik een katje aai. En katten zijn eigenlijk heel sociaal. Ook al vinden mensen soms van niet. En een kat doet altijd precies wat het zelf wil. Wat anderen er ook van vinden. Oh nee. Het gaat helemaal mis. Sophie. We moeten wel een beetje proberen rustig te blijven. Het komt toch altijd goed. We bedenken altijd iets. Ik weet het zeker. Ze zong in mineur. Ja, okay. En jij weet net als ik dat als mensen in mineur zingen, ze slechte plannetjes aan het bedenken zijn. Wat is er aan de hand? Het gaat helemaal mis. Wij hebben Valentina dus op de gang gehoord. En ze heeft Zoof in de vogel op. En nu zit Zoof dus vast in Valentina's kantoor. Oh, wat doet het helemaal niet goed. Oké, rustig, adem in. En adem uit. We draaien die muzieknootjes wel weer om. Onthoud dat Sinterklaas het zegt. Alles komt altijd goed. Heel goed, Kattepietje. Wij gaan jullie helpen. Ik ben namelijk Catalina Valentina Rosario. Het Kattepietje. En weet je wat kattepietjes doen? Miauw. Die halen grijze muizen uit de wal. En ik ga ook helpen. Want ik ben Piet Bakker. De sleutelpiet. Maar Piet, dat is het. Jij kan Zoof bevrijden. Hè? Maar hoe dan?
Jij kan de val van Valentina openmaken. Nee, dat lukt nooit. Valentina's kantoor is altijd op slot. Er slaat nooit iemand binnen. En er is sowieso maar één sleutel die erop past, dus dat gaat nooit... Ah, ik snap hem, ja. Kom! Sorry zeggen, dat is mijn taak, hè? Het is maar een grapje, hè? Jongens. Jongens, het spijt me zo. Waarvoor? Voor alles. Voor die nieuwe regels, de pieten pakken, voor Stofpiet. Stofpiet? Ik wilde helemaal geen Stofpiet worden. En misschien wilde jij wel nooit Sleutelpiet worden. Maar ik bleef maar zeggen dat jij Sleutelpiet moest worden. Terwijl jij veel liever Pakpiet wilde worden. Nee, niet tegenwoordig. Ik was zelf gewoon zo onzeker. Het spijt me echt. Ik weet zeker dat jij een goede bakpiet wordt. En ik had ook niet moeten twijfelen aan Kattenpietje. Dat is zo. Het spijt mij ook. Ik had je met mijn moeder moeten vertrouwen. Ik weet dat het jouw keuze is om te maken. En niet die van haar, niet die van ons. Want jij kan alles doen. Als jij het laat gebeuren. Alles doen. Wordt wat je willen zou. Ja, jij kan alles doen. In alle vormen, alle kleuren. Alles doen. De keuze is aan jou. Oh, je hoeft echt geen zorgen te zeggen, Sof. Ik dacht heel mijn leven dat ik bakpiet wilde worden. En ik was altijd bang om iets anders te doen. Zoals sleutelpiet worden. Maar jij was de enige die hoop op mij had. Die inzicht zag dat ik meer tot meer in staat was dan dit. Dus, Canary Club voor altijd. Canary! Ik wilde het niet zeggen, maar ik zei het toch. Oh, echt waar. We gaan het zoetjes opruimen. Goeie idee. Ja, Piet, kom maar door. Ja, de Pieterpolitie. Eerst maar. Normale politie. Te heftig. Een geheim agent. Te vaag. De vrijwilligers van het klooster. Te vrijwillig. De brandweer. Geen brand. De regisseur. Is al geschreven. Wat? Wat dan? Het leger. Nee, niet. Kom op. Sorry. Geen sorry. Kom op. Misschien die meneer op de voorste rij? We kunnen misschien in de kaart hier dan misschien. Misschien ja, in de heimat. Jongens! Moet iedereen kijken. De dagboeken van mijn moeder. 18 juni 1998. Vandaag is het de dag. Vandaag komt de uitslag binnen. 3 mensen worden uitgekozen om naar de pietenschool te gaan. Om daar een echte piet te worden. Ik droom hier al mijn hele leven van. En dan, op 19 juni 1998, ik ben het niet geworden. Hier staat dezelfde iets. 19 maart 2002. Dit is mijn laatste kans om naar de Pieterschool te gaan. Volgend jaar ben ik namelijk te oud. Ze heeft een nieuw plan bedacht. 22 augustus 2014. Ik heb me aangemeld als adviseur op de Pieterschool. Maar werd meteen de deur gewezen. Volgend jaar ga ik het opnieuw proberen met nog meer brieven, want... Ik ben het weer niet geworden. Dus volgend jaar moet ik iets nieuws bedenken, want... Als mijn kleine Catalina oud genoeg is, gaat mijn plan alsnog lukken, want... Ik geef nooit op! Dit is de droom van Valentina. We moeten iets doen! Dit kan niet langer zo! Valentina vertelde dat Dolle en Pret zijn begonnen als leiding, Pieter. Dat jullie ons helpen. Precies! Laten we er naartoe gaan! Kom op! Zou ik van jou dan de waterpomptang mogen? Check! Kantje! De nijktang! Check! En de combinatietang! Check, check, dubbel check! Yes! Dit
Dit is een grapje, zeker? Loodgieten is een heel serieus vak. Zo? Loodgieten? Sinds wanneer zijn jullie loodgieters? Nou, weet je nog wat Valentina ons de leiding beloofde? Ja. Blijkbaar bedoelt ze deze leiding. En wij zijn erin getrapt. Ja, hadden we het contract maar beter moeten lezen. Ja, maar alleen mevrouw Rosario kan het contract verbreken. Maar dan hebben we... Nee. Maar we moeten het wel heel maar jongens, je moet het nee, Piet, ik hoor echt iets uit deze leiding komen. Goed luister. Even wachten. Hoor je het? Hoor je het? Ja, dat komt hier uit, dat komt uit. Op de plaats! Mars? Lekker. En hey, er zitten hier nog veel meer marsjes in, weet je hoeveel? Nee. Oh! Hou je vast, hè? Hou je vast, hè? Het zijn er wel! Nou! Oh! 120! 120? Jongens, even serieus nu! Mijn moeder staat op het punt om de pietenschool over te nemen! Mm-hmm. Weten we? Wat? En moeten we dan iets tegen doen? Kan niet. Contract! Hé? Wacht even, wie zijn jullie? Dolle en Brett of Mario en Luigi? Normaal gesproken Dolle en Brett, maar vandaag... Woehoe! Let's go! Serieus, waar moet het gaan? Zelfs een kleinste foutje in ons werk kan de hele leiding laten ontploffen, hè? Een foutje? Bye-bye. Dat is het! We moeten fouten maken! Oh, hè? Ja! Laat het idee eens maar een ons over. Nee, nee, wacht, vertromen! Jullie kunnen ons misschien niet helpen, maar jullie kunnen ons wel per ongeluk helpen, als een fout! Ik heb echt geen idee wat te doen. Je bent weer de oude. Wat we moeten doen is de aandacht van Sinterklaas trekken. Hij lost altijd alles op. Ja, maar zo, daar hebben we alle pieten tegelijkertijd nodig. Hoe krijgen ze ooit met z'n allen bij elkaar? Simpel. We bedenken gewoon wat foutjes waar alleen pieten in trappen. Wat? Ja, zoals... Oh nee, het boek van Sinterklaas is zoek. Ja, hoe doen we dat met de foutjes? Oh nee! Is de stoomboot gezonken? Yeah. Jumpers.
pret niet, werkt de dolle pret niet. Zingen van de daken met de dolle en de pret niet. Zingen de dolle pret niet, werkt de dolle pret niet. Zingen van de daken met de dolle en de pret niet. Zingen de dolle pret niet, werkt de dolle pret niet. Zingen van de daken met de dolle en de pret niet. Van fouten kun je leren, dus blijf gewoon proberen. Maak fouten. We nemen het van ons aan. Maak fouten. Het liedje is al lang afgelopen. Oh, daar gingen we even de fout in. Leuk dat jullie hier allemaal zijn. Opa's, mama's, papa's hier. Sinterklaas? Zo. Het gaat eigenlijk helemaal mis op de Pieterschool. Valentina moet weg. Dat moet terug naar hoe het was. Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Het is toch altijd gezellig hier. We gaan er ook dit jaar weer een mooi feest van maken. Ja! Wat? Het plan is mislukt. Nee. Sinterklaas? Zo. Ik heb een fout gemaakt. Wat? Ik heb Valentina naar de Pieterschool gebracht om het te helpen met Pieterberoep. Maar dat had mijn keuze gedaan. En nu heeft iedereen het getekend. En over drie dagen heeft ze het ook getekend. En dan moet je even zitten. Oh ja, ze heeft een stoel voor haar klaargezet. Wat fijn. Komt u lekker zitten. Waarom is dat nu nog voor mij te verpesten, stoffertje? Jullie hebben allemaal getekend en alleen ik kan het contract verbreken. Nou ja, allemaal getekend. Oh, Sinterklaas! Oh, kom in de stad. Ik dacht het niet. Ik heb namelijk het contract wel gelezen. En het klopt, alleen mevrouw Rosario kan het contract verbreken. Nou, knap hoor, Kat. Dat wisten we nog niet. Ja, want dit heeft ze zojuist toch nog verteld. Ja, maar hoe heet ik dan? Ja, Kat. Zo? Mijn volledige naam? Katalina Valentina, Paparina, Chocolina, Chocolina. Ik ben Catalina Valentina Rosario. Dus ik ben mevrouw... Rosario! Kijk wel een feestje, Sinterklaas heeft nu ook getekend. Wow! Jij bent mevrouw Rosario! Jij kan het contract verbreken! Wat? Het is einde verhaal, moeder. Nee, dit kunnen jullie niet maken. Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Geef me nog een kans, Catalina. Ik dacht dat iemand hier tegen tweede kansen of fouten maken was. Jullie begrijpen het niet. Jullie begrijpen niet dat ik al 30 jaar werk aan deze droom. Jullie denken dat ik slecht ben. Jullie mogen me niet opgeven nu. Tada! De contracten. Kat en Jan. Zeg maar vaarwel tegen uw baan hier, want ik ben niet langer welkom op de Pieterschool. Wacht! Zo, wat doe je? Valentina, wij lijken best wel op elkaar.
Het verschil is alleen dat jij geen dolle en pret hebt. Die iedere minuut van de dag een grapje met je proberen uit te halen. Nou ja, niet iedere minuut, hè. Ja. Weet je, en we maken ook echt weer even een grapje met een andere Piet. Ook in de samenkant. Jij had ook geen Piet. Die hoe stom je fouten soms ook zijn, hij blijft altijd achter je staan. Je had een Catharina, maar niet een katje. Die eindelijk voor zichzelf op durft te komen. Het is daarvan wat zij wil. Wat anderen ook van vinden. Klinkt alsof iemand het eindelijk begrijpt. En ze geeft niet op. Want dat heeft ze van nu geleerd. We hebben misschien wat in je oude dagboeken gespiekt. Maar daar hebben we iets onwijs moois gezien. Je had een droom om Piet te worden. Maar die is nooit uitgekomen. Ja, en nu is het te laat. Het is nooit te laat om je dromen uit te laten komen. Sinterklaas? Dat moet de regelen zijn. Valentina. Ja. Wil jij volgend jaar op onze Pieterschool komen? Maar ik ben zo gemeen voor jullie geweest. Ik pakte alles fout aan. Fouten maken is niet erg. Het gaat om wat je ermee doet. Hierbij verklaar ik dat alleen ik, mevrouw Valentina Rosario, deze contracten kan verbreken. Wat? Nou. En ik verklaar ze ongeldig. Oh! Maken. 120! Maar ik maak met heel veel plezier de 121 voor jou. Oh! Nou zo, dan wachten we nog maar op één antwoord. Jij zei dat je niet weet wat voor Pietje moet worden, maar voor ons wordt het eigenlijk al steeds duidelijker. Door jou ben ik op de Pietenschool gebleven. Maken wij weer grappen? En ben ik de beste sleutelpiet ooit geworden. Door jou zijn onze dromen uitgekomen. Dus eigenlijk ben jij dromen, Piet? Alleen als jij ervoor kiest. Droom, Piet. Daar kan ik wel aan winnen, denk ik. Oh, is het dan nu eindelijk tijd voor een heel groot eindfeest? Oh, met chocolade en peper ook. En snoepjes! Yeah!
spinnen. Ja, dat is... Ja, ik had het. Terugkomen. Hier zijn ze. En de rest die mag naar de foyer en daar zelf op ons stappen. We komen snel wel op jullie af. En dank jullie wel.